Morgen is het feest ten huize van Mega Mindy. Want dan is het exact 5 jaar geleden dat de reeks voor het eerst op televisie kwam. En dat vieren Mega Mindy en Toby momenteel met een tour door Nederland. Goedenavond, Fred Soufrio en Louis Talpe. Eerst en vooral dikke proficiat. Dank u. Dank u. Ja, 5 jaar Mega Mindy, zeg. Ja, in België hebben jullie dat gevierd met een grote taart. Hoe gaan jullie dat in Nederland vieren? Misschien met een nog grotere taart. Ja. Met heel veel pers, fotografen en veel kinderen waarschijnlijk. En een leuke show. Hè. Ik heb toch liever slagroom op. Ja, slagroom, voilà. Free, als je nu terugkijkt op die 5 jaar, wat was jouw mooiste moment? Goh, wat we in die 5 jaar beleefd hebben, vond ik allemaal echt super, super tof. Maar het mooiste moment voor mij, en ik denk ook voor Louis en voor de hele cast, waren wel de opnames in Spanje, denk ik. Absoluut. Voor onze tweede film. Die hebben we gedraaid in Spanje voor een deel. En dat was ongelooflijk magnifiek. Heel schoon. Uniek. Zeg, Louis, geef toe. Je bent niet alleen het idool van de kinderen, maar ook een beetje van de mama's. Hè? Wie stuurt er nu het meeste fanmail? Eerlijk. Goh, Katja Ritsijn komt toch dicht in de buurt. Natuurlijk, het is een mailtje is heel snel gestuurd. En dat is leuk, die appreciatie zeker. Ja, maar krijg je echt aanvragen voor handtekeningen? En... Ja, zo, ja, ik denk dat... Telefoonnummers en pikante foto's. Haha. Vree doet het beter. Vree is eigenlijk een beetje mijn manager daarin, dus zij krijgt het eerst toe. Ik sorteer. Ja. Zeg, wanneer spelen jullie opnieuw in Vlaanderen? Wel, wij komen begin december. 3 en 4 december zitten wij in Hasselt met onze show. En ook onze derde film komt uit in december, dus dat wordt een mega mindy maand. Wauw. Ja, Fre en Louis, hartelijk dank. Nog heel veel succes. En nog veel boeven vangen daar in Holland, hè?